Goedemorgen. Het zonnetje schijnt op deze dag. Voor mij ook, maar dat verklap ik nog niet. Want ik zeg het pas als hij op de helft staat. Dus, maar ik was mooi verrast vanmorgen. Dus, ja, ik hoop dat iedereen gekeken heeft naar het filmpje van meneer De Vries. Zo denk ik er nog steeds over. Als je een kerel bent, dan veeg je je eigen man. Rot op, zou ik ook doen. Dus. Wat gaan we doen vandaag? Ik denk dat ik lekker ga fietsen. Ik had afgesproken met je net om naar de Eihallen te gaan. Daar had ze een steentje. Dus ga ik even kijken bij de. Dus. Wat heb ik ontbijt? Ik heb als ontbijt heb ik gehakt of gekookte eieren omwikkeld met gehakt en een kopje thee. Dat is het voor vandaag. Ik heb niet zoveel zin om te eten tegenwoordig. En dan s'avonds om een uur of 12 dan loop ik te schreeuwen van de honger. En dan neem ik een kopje bouillon en dan is het ook weer over. Dus. Maar ik ga heerlijk fietsen, het is mooi weer. En ja, ik heb al lekker gedoucht. Dus ik ben fris en fruitig vanmorgen. En ik verheug me alweer op morgen, want dan heb ik lekker trainen. De rest van de kilootjes eraf, ik ga nou helemaal droog trainen. Dat is alles vet weg hier. Dus. Nou. Ik zie u later. Met deze achtergrond kom ik tot u. Het is prachtig mooi weer. Ik heb al geluncht. Ik heb eimuffins gedaan. Ik ben nu op weg naar de Eihallen. Ik ben op de helft. Dus. Ik zie u weer bij de Eihallen. Hier in de Eihallen. Een half vol met meuk. Dit is echt het ergste wat ik gezien heb. Wat eten we vanavond? Vanavond eten we gebakken zalm met gegrilde groentes. De groentes die had ik gisteren al gemaakt en daar heb ik nog van over, dus het is makkelijk. Wat heb je voor gegrilde groenten nodig? Nou, aubergine, een courgette en een gele paprika. En een beetje tijm. Dat kan ook gedroogde tijm wezen. Dit is wat we nodig hebben. En een stuk zalm. Om te paneren. We gaan hem even goed paneren. Even door het eigeel halen. Paneermeel. En ja, dat is alles wat we nodig hebben. En een koekenpannetje natuurlijk. Om de boel te bakken. De gegrilde groenten gaan nog even onder de grill. Dus dat is makkelijk. Eén goedenavond, dames en heren. Ik kreeg wat opmerkingen over meneer De Vries. Maar het is meneer De Vries' mening. En eigenlijk mijn ook. Ik ga er niet verder op in, want ik heb geen zin in ruzies of discussies of andere dingen. Dus, ja, het is voor mij een bordje op schoot, want u hoort het misschien op de achtergrond en u kan het misschien ook zien. Ik zit ondertussen rugby te kijken. Argentinië tegen Nieuw-Zeeland.
Nieuw-Zeeland of ja. Nee, tegen Australië. Australië staat voor. En ja. Ik vind onze koningin ook geen lekker wijf. Dus ik ben voor Australië. En ja, wat heb ik vanavond? Nou, dat heb je gezien. Ik heb een lekker stukje zalm. Een lekker stukje zalm heb ik. Met met gegrilde groentes. Nog steeds geen aardappelen, nog steeds geen noedels of andere dingen. Ja, als ik noedels of rijst gebruik, dan is het van de die koolhydraatarme van de Action. Dus nee, het is ik ging vanmorgen op de weegschaal staan en ja, ik zag 11,9. En dan schrijf ik hem nog niet op. Als hij nou 11,5 is, dan schrijf ik hem wel op. En dan gaan we naar de aftelsectie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 0. En dan ben ik gelukkig. Dan ben ik in. Ik ben daar 2 maanden aan het sporten. Tenminste, flink aan het sporten. Dan ben ik misschien in 3 maanden. Ben ik dan. 29 kilo kwijt. Dus. Ik wens jullie een hele prettige avond. U weet wat ik kijk. Ik ga ook nog het mietjes sport kijken. Voetbal. Omdat mijn club hier heb gespeeld. Maar ik zag het gisteravond. Na het rugby. En dan denk ik bij mij. Ja, dat is geen sport voor mij. En ik heb het wel beoefend. In de jeugd. Maar ik vond het eigenlijk helemaal niks. En toen wist ik nog niks van rugby, anders had ik misschien voor rugby gekozen. Dus. Ik wens u een prettige avond en tot morgen.